Hi en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag een oudje. Een Fleischmann V60. De 1380 staat er ook op. Dit is een locomotief die volledig van metaal is. Geen ijzer, maar niet de plastic variant. Het is dus best een oudje. En deze heeft een flinke schoonmaakbeurt nodig. In ieder geval dat, want even kijken. Vol vermogen draait die niet bijzonder hard. Hij draait wel. Maar af en toe komt er ook wat magic smoke uit, zoals nu. Ik zit hier in een ruimte zonder brandmelder, dus dat is geen probleem. Ja, ik heb nog niet geprobeerd deze open te maken, dit wordt een first om te kijken hoe deze te openen en wat hierin schoon te maken valt. Want hij kan wel een drupje olie en ik denk dat de koolborstels ook wel vervangen kunnen worden. De enige schroef die ik zie is de schroef van de pick-up. Ik denk niet dat dat veel opschiet om die los te maken, maar het is een begin. Het is altijd weer voor mij een raadsel waar te beginnen. Het zou er nog wel eens eentje kunnen zijn waarbij je de buffers eraf moet halen om voorkant die aan de kap vast zit los te halen. Ja. Kijk aan. Oh. Kan het dan even. Ja, nee, kijk, zo komt de hele voorkant los. Er zit hier een klein pinnetje waar alles op rust. Dan zal het aan deze kant hetzelfde zijn. De buffers eruit draaien. Er terug inzetten is eigenlijk een 10. Hierachter hoort eigenlijk ook een metalen plaatje te zitten zodat de koppelingen altijd recht uitsteken. Dat ontbreekt ook. Kijk, dus nu heb ik hier ja, metalen kap, plastic binnenkant. Een aantal schroeven zitten nog aan de buitenkant op. Om nog wat losse onderdelen eraf te kunnen halen. Als ik zou kunnen verven, zou kunnen spraypainten, dan kon ik deze verder nog opknappen. Maar dat zit er niet in. Ik kan wel. Kijk eens aan. Twee stuks voorverlichting, twee stuks achterverlichting. Ik ben benieuwd of die het nog doen. En de motor. En ik kan je nu al zeggen dat die motor git zwart is. Dit zijn de oude pannenkoekmotoren. Ik ben ook benieuwd hoe de koolborstels er aan toe zijn. Ik kan natuurlijk alleen de koolborstelgaten openmaken. Maar ik denk eerlijk gezegd. Die zit er wel heel erg strak voor. Zo te ruiken wel degelijk waar de magic smoke uitkwam. De koolborstels zien er nog redelijk uit met de motor zelf. Zo. Ze zijn redelijk, maar ze zijn wel heel ver afgesleten. Dus de motor zelf is git zwart en erg vies. Die ga ik even schoonmaken. Heb ik nog wat schoonmaakspullen hier liggen? Dat is één.
zit echt helemaal onder de troep. Ervan uitgaande dat deze trein 40 jaar oud is, denk ik dat die ook 40 jaar niet schoongemaakt is. Er zit erg veel vet overal op. Het is heel goed voor het loopwerk, maar niet voor de elektrische geleiding. Kijk, dit hoort koperkleurig te zijn. Zo, en dit is al wat eraf komt. Een combinatie van vet en haar zijn de betere. Zo. Ik moet toch zeggen dat het meestal niet zo hard gaat om schoonmaken. Dit is natuurlijk wel mooi om te zien waar je blijft. Dat geeft je werk voldoening. De binnenkant ga ik denk ik gewoon smerig laten. Maar er even omdat de geleiding van de koolborstels op het koper dat beter gaat. En de even kijken, waar ga ik dit laten? Zo. Alle andere troep die erop zit. Wel hier van het schild afhalen. Even kijken of de borstels eruit willen. Of de veren van de borstels eruit willen. Zo. En zo. Ik gebruik hier wat ik altijd gebruik, isopropyl alcohol, IPA, om een beetje alles schoner te krijgen. Maar ik denk dat in dit geval een droog doekje al redelijk wat zwarte rommel opgeleverd zou hebben. Ziet er beter uit. Dit geeft ook niet meer zo af. Oké. Ik moet heel even op zoek naar iets. Ik ga heel even de video pauzeren. Er is iets van mijn tafel afgevallen. Gezien de rotzooi hier op de grond gaat het even duren. Klein moment, ik ben zo terug. Goed, zo'n kapje vloog dus weg. Die is ook weer terecht. Die zijn redelijk smerig. Dat is uiteindelijk waar een deel van de geleiding vandaan komt. Dus ik hoop niet dat ik er nou meer troep in smeren om met zo'n vies wattenstaafje te doen. Nou, die zijn redelijk schoon. Gelukkig. Op. Voor de rest heeft deze wel plastic tandwielen.
Vaak zie je bij die oude dat alle tandwielen van metaal zijn. Ik haal hier wel een beetje van de vuiligheid van af. Ik ga hem zo dadelijk toch opnieuw smeren. Maar de tandwielen zijn lang niet zo, zo smerig als de motor zelf. Zo. De motor. Terug in. Dat ik eerst het shield erop zet. Zo, het shield erop en dan deze erin. Zo. Kabeltjes opzij. Een beetje draaien. Hoppa. Omdat dus de kappen van de koolborstels eraf zijn, kan ik hem eerst dichtschroeven en daarna pas iets gaan doen met de borstels. Ik had dat net ook kunnen doen, maar ik had al het idee, ik zag al dat die motor zo ontzettend vies was. En als je hem dan openmaakt, dan haal je er het veertje uit. Als je geluk hebt, of je hebt een uitgerekt veertje. En de borstels blijven dan gewoon plakken op de motor. En ook gezien de rook die er vanaf kwam als ik deze aan het draaien was. Ja, het is allemaal eigenlijk wel indicaties dat die best wel smerig is. Eens even kijken. Is dit mijn koolborstelzakje? Veren hierop passen. Ja, dat gaat prima. Alleen de borstels passen niet in deze lok. Oh. Dat is nou jammer. Dit zijn koolborstels voor N-treinen. Nou. Dit zijn voor half nul treinen. Het is jammer. Ik moet toch in dit geval eerst de koolborstel erin doen en daarna het schild erop zetten. Mocht er nu een gebrom op de achtergrond te horen zijn, dat komt door de wasmachine van de buren. Die staat te centrifugeren. En zo geluidsdicht is die nu ook weer niet. Zo. Helemaal niet werken. Deze zijn ook voor de onderkant te groot. De originele zijn echt nog een stompjes. Ik wil er ook geen ennetjes in doen. Kijken of hier nog wat tussen zit dat redelijk is. Nee.
deze zou het nog wel eens kunnen passen. Zo. Ja, deze past er ook via de bovenkant in. Mooi. Een aantal van deze koolborstels komen ook uit Lima-treinen. En ik gebruik deze Fleischmann koolborstels ook voor... Nieuwe koolborstels voor oude Lima's. Ik heb hier Lima koolborstels liggen. Er ligt hier van alles door elkaar. Dus ik denk dat dit een setje echt originele Fleischmann koolborstels is. En de rest oude Lima's. Kom maar. Zo. Oude spullen hier even in. Dat zijn de nieuwe. En dat zijn extra viertjes. Zo. En deze passen hier inderdaad precies in. Erop. Kapje erop. En hopen dat ze niet op het laatste moment wegspringen. De veer en het kapje, want dan is het weer zoeken. Ik zag net dat ik nog reserve kapjes heb. De veer en het kapje hierop. Nou, ik ben benieuwd. Het kan goed zijn dat hij nu dus verschrikkelijk rijdt. En in dat geval ga ik de oude koolborstel schoonmaken en erin zetten. De stroompick-up zit niet vast. Laat ik daarmee beginnen. Dat maakt alles makkelijker. Zoals ik in het begin al zei, volgens mij moet ik die helemaal niet los draaien. Dat klopt. Dat moet ik ook helemaal niet doen. Zo. Dus is bij deze oude zo dat het hele chassis is één pol en het kabeltje is de andere pol. Nou, de lampen gaan aan. Dat is mooi. Maar daar is ook echt alles mee gezegd. Dus ik denk dat die borstels nog geen contact maken met de motor. Hoewel ze er ook echt niet verder in kunnen. Ja, ze lijken goed contact te maken. Dan gaan we weer naar het zakje kijken. Ik heb hier namelijk ook kortere veertjes. Mijn uitgangspunt is eventjes dat ik de veertjes te lang zijn en die te hard tegen de motor aandrukken. Oh, zo, niks aan de hand. Kijk aan. Inderdaad.
Nou, hij rookt nog steeds. En hij gaat niet veel soepeler, dus ik ben er eigenlijk niet zo heel veel mee opgeschoten. Gek genoeg branden de lampen nu ook niet. Dat is toch ook apart. Oeh, jongens toch. Ik ga eens even kijken wat ik hiermee aan moet. Nou, wat er gebeurt is voor mij wel duidelijk. Maar het is heel moeilijk om op film te krijgen. Ik heb nu alleen de koolborstels hierin liggen. Ik kan hier stroom op zetten. En wat er gebeurt op het moment dat ik dat doe. Dan begint het flink te roken. En als de motor precies goed staat, dan zie je dingen gloeien tussen de verschillende metalen. Dat was er weer een metalen platen. Dus de koperen platen. Daar gaan dingen in gloeien. Dat betekent dat er rommel zit tussen de verschillende, tussen de drie verschillende koperen. Contactpunten van de motor waar de koolborstels tegenaan drukken. Ik heb net al geprobeerd dit schoon te maken met, door gewoon eventjes die groeven goed open te maken. Dat was niet genoeg. Dat doet dat nog steeds. Dus ik ga hem eventjes laten weken in de schoonmaak alcohol. Zo. Dus tussen deze, dit zijn eigenlijk dus de drie segmenten en hier tussenin. Misschien dat het lukt als ik hier gewoon zo stroom opzet. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat als hier stroom op komt te staan dat... Kijk. Eens kijken of dat lukt op camera. Even zo. En hier. Precies hetzelfde. Je ziet in het donker een klein puntje oplichten. Daar zit dus een contact tussen de twee koperen platen in. Op het moment dat je er stroom op zet, gaat dat gloeien. Gaat dat stinken. Heel erg stinken. En, oh, mijn bakje IPA heeft op mijn laptop staan koken. Oeh. Op het moment dat je stroom opzet, gaat dat stinken. Gaat het heel erg stinken. Gaat het verbranden. Gaat het zelfs gloeien. Doordat dat gebeurt, gaat het dus vermogen op naar warmte en rook. Magic smoke. En niet naar het voortbewegen van de motor. Ik ga hem rustig eventjes in dit badje leggen. En goed, kans dat ik dat gewoon ook voor een dag laat doen. En morgen eens ga kijken of die dit nog steeds heeft. En als hij het dan goed doet, dan laat ik zeker ook het resultaat zien. En ik denk dat ik sowieso het resultaat ga laten zien van wat hier morgen mee gebeurt. Dus dit is deel 1. En ik denk dat ik hier gewoon deel 2 aan vast ga plakken. Ja, even een vlugge update. Ik heb geprobeerd om deze te repareren. Maar hij blijft kortsluiting maken tussen de koperen platen. Dus ik heb een donor gevonden. De vorm van deze. Dit onderdeel eruit gehaald en overgezet hierop. Alles een beetje schoongemaakt. Ik heb hem even provisorisch aangesloten. Maar verlichting doet het. Weliswaar aan twee kanten. En hij loopt. Hij loopt redelijk vloeiend. De wasmachine achter me gaat nu centrifugeren, dus ik hoop dat het nog verstaanbaar is. Ik ga kijken of ik deze nog kan repareren en dan zet ik hem terug in een van deze twee. Die hou ik voor mezelf, want dat vind ik best een mooie trein. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.